Minister Dodson geeft oplossingsmodellen voor energiekwestie binnenland. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in de Nationale Assemblée oplossingsmodellen aangedragen voor wat betreft de energieproblematiek in het binnenland. De regering kampt met wat uitdagingen zoals het leveren van brandstof en onderdelen voor machines. Een ander knelpunt vormt ook de financiën om de dorpen op korte termijn van energie te kunnen voorzien. De bewindsman zei met zijn staf te hebben vergaderd over deze kwestie om met het oog op de projecten die met India uitgevoerd worden een totaalbeeld te krijgen. Het totale binnenland heeft de aandacht van de overheid, beklemtoont minister Dodson. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.